een wereld van vriendschap en magische verhalen. Crybabies. Goeie grap. Kijk eens wat ik in de rivier heb gevonden. En dat is niet de eerste keer. Ze moeten voorzichtiger zijn. Precies. Plastic is heel slecht voor de rivier. Het is niet de bedoeling dat door hun het water vies wordt. Laten we de baby's van de vallei eens een lesje leren. Zullen we de rivier een kleurtje geven? Overdrijven we niet een beetje? Het is maar voor even. Vanuit de toren kunnen we hun reactie zien als ze het zien verkleuren. Oké, het is maar een grapje. Dit wordt leuk! Drie keer! Ik win! Kijk en leer! Die van mij was beter. Mijn beurt! Klaar voor mijn nieuwe uitvinding? De vliegende steen! Kijk uit! Nee! Wat heb je gedaan? Ik deed niks. En waarom is het water dan nu paars? En de bubbels van de huizen ook? Kom mee, laten we naar de Volkspringfontein gaan. Hashtag paars, hashtag water. Waarom smaakt het water naar ijsjes? Er is iets mis met de wereld. Laten we om hulp vragen aan de fantasy. Gevleugeld hart. Wij willen naar de andere kant. Een kleine stap hier, een kleine stap daar. Fantasyportaal, open nu maar! Waar is iedereen? Laat mij eens kijken. Daar is Lala. Arme Katie. En kijk, ze snapt er niks van. Het water verkleuren was echt een goed idee. De fantasy was het. Zij verkleurden het water en stonden naar ons te kijken met een verrekijker. En lachten ons uit. Leuk hoor, ons zo pesten. Wacht maar. Oh. Ah! Hallo. Huh? Koning heeft cakejes gebakken. Komen jullie naar de vallei? Ik wil wel. Hey, bewaar je er eentje voor mij? Ik kan niet vliegen. Waar gaan jullie naartoe? Koning heeft cakejes gebakken. Nu mogen wij eens kijken. Eens zien wie hier het hardste lacht. Oh nee. Tina viel al in de eerste emmer. Eens zien. Ik weet zeker dat ze zegt... Ik hou van oranje. Het kleurt namelijk goed bij mijn ogen. Jenna viel in onze tweede emmer. Natuurlijk. Ik heb er altijd al uit willen zien als een blauwe bes. Ze hebben ons door. Oh, niet zo snel. Wacht eens, dit was jullie idee. Jullie kleurden ons water. Het was maar een grapje. De kleur gaat vanzelf weer weg. We wilden jullie een lesje leren. Ja hoor. We vonden voor de zoveelste keer een plastic flesje in de rivier. En dat is niet oké. De rivier is belangrijk voor de wereld. We moeten er zuinig op zijn. Dus moeten we ervoor zorgen dat het water schoon blijft. Nou, wat een goede grap. En wij hebben dat flesje niet aangeraakt. Nou, iemand heeft het weggegooid. Oh, blijf je doorgaan? Wij waren het niet. Maar wij ook niet. Hey, dat is mijn flesje. Jullie hebben hem gevonden. De wind heeft hem uit mijn handen geblazen. Trouwens, wat zijn jullie aan het vieren? Wat we aan het vieren zijn... What? De dag van de kleuren. Oké, sorry. We hebben het eerlijk gezegd wel een beetje overdreven. Maar het was toch een best leuk grapje. Fantasy Magic Tears! Wauw! Wat mooi! Oh. Prachtig! Wauw! Wow.
het misschien uitleggen?